Ook Liemde riep in aanloop naar de CEMAT de internationale pers bij elkaar. In haar hoofdkantoor in Aschaffenburg introduceerde het merk de nieuwe serie elektrische vierwielheftrucks van 2 tot en met 5 ton, die straks in mei een van de publiekstrekkers zal zijn op de CEMAT. Voor het zover was, keek bestuursvoorzitter Theodor Maurer eerst even terug op de afgelopen periode. Am Anfang der Krise wurde uns immer gesagt, Kunden werden jetzt nur noch die billigsten Produkte kaufen. Es ist das Gegenteil der Fall gewesen. Ich würde behaupten, und das zeigen die Marktanteile, wir sind sogar besser als andere Wettbewerber durch die Krise gekommen. Das liegt aus meiner Meinung nach eindeutig daran, die Kunden haben uns sehr vertraut. Die Kunden vertrauten in der Krise auf die Leistungsfähigkeit der Produkte, auf die Leistungsfähigkeit der Serviceorganisation. Und am Ende des Tages haben die Kunden natürlich in der Krise noch schärfer gerechnet als vor einer Krise. Und gerade hier ist Linde sehr stark in Lifecycle-Kosten, in Performance, in Umschlaghäufigkeit, in Kraftstoffverbrauch. All das sind ja Stärken von Linde, die sich insbesondere in der Krise auch wieder bewährt haben. Tijdens de Fabriekstour hat Linde enkele van haar noviteiten samengebracht. Hier stonden onder andere de e-motion truck, die volledig is opgebouwd uit elektrisch aangedreven componenten en geen hydraulica bevat. Ook het concept van de Linde Roadster, een soort cabriolet, was aanwezig. Deze truck is gebouwd op basis van de nieuwe Linde E-serie, maar heeft geen dakstijlen aan de voorzijde. Het ijzerwerk van het cabinedak is vervangen door een plaat extra sterk veiligheidsglas dat sterk genoeg is voor de verplichte Oregon valtest. Door het ontbreken van de voorste stijlen heeft de chauffeur ongekend ruim zicht op het werk. En dan de nieuwe E-serie van 2 tot en met 5 ton. Duidelijk ontwikkeld in navolging van de eerder geïntroduceerde driewielers van Linde. Ook de nieuwe serie heeft de neigcilinders langs het cabinedak en valt verder op door de extra sterk uitgevoerde achterste dakstijlen. Duidelijk te zien is tevens de deur aan de rechterzijkant die het mogelijk maakt om zijwaarts batterijen te wisselen. Een andere feature van de nieuwe serie trucks is de combi-stuuras, die de truck een ongekend krappe draaicirkel geeft. De trucks draaien hierbij zo exact dat ze netjes op hun plaats blijven en de draaicirkel dus niet verloopt, zoals bij de meeste vierwielers wel het geval is. De nauwkeurigheid en de beheersing van de elektromotoren op de nieuwe serie is ongekend groot. De demo met het miniatuurtje spreekt boekdelen. Het opladen van de batterij is kinderspel dankzij de ingebouwde lader. Even de stekker in het stopcontact en laden maar. Nieuw op de serie is een nauwkeurige tractiecontrole die de aandrijving altijd correct over beide voorwielen verdeelt. Terwijl het linker voorwiel volop grip heeft, slipt het rechter voorwiel door. Toch blijft de truck netjes rechtuit rijden. De elektrische parkeerrem is ook een noviteit. Ze houdt de truck veilig op zijn plaats. Zelfs op hellingen. Wil je daarna wegrijden, dan is dat ook uiterst veilig en beheerst uit te voeren. Andere bijzonderheden zijn de trillingsdemping in de neigcilindermontage. Uiteraard zijn alle bekende bedienconcepten leverbaar. De nieuwe styling is ook aan de achterzijde van de truck goed herkenbaar. Het lijken de lichten van de Volkswagen wel. In de cabine beschikt de chauffeur over zeer veel been- en werkruimte. Het instrumentarium is net als bij de driewielserie in de rechterbovenhoek geplaatst. Wie de batterij wil wisselen, hoeft niet meer de hele cabine achterover te kantelen, zoals bij de voorgaande E-serie van Linde. Na het openen van de achterruit en het omhoogklappen van het batterijdeksel, kan de stalen deur aan de zijkant worden geopend. Deze biedt riant toegang aan de batterij. Er zijn 5 handige mogelijkheden beschikbaar om de batterij veilig en snel te kunnen wisselen. Linde gelooft stellig in het voortbestaan van de traditionele loodzuurbatterij. Lithium-ion batterijen zijn voor deze toepassing nog lang geen serieuze optie. Not every customer will pay for it. So we are assuming maybe 5% or 10% will buy a lithium-ion version for the next 10 or 20 years. Yeah? Lead acid will never die. For a normal operation, 3 hours a day, it's the cheapest way to have a battery. And therefore, our volume, we have a big volume electric trucks, more than actual in the automotive industry, but 90% will stay with lead acid. Only 10% or 20 or 5, we don't know it, will go to lithium. Isn't it a question of time? It's also a question of time, but the next 5 or 10 years, and we are talking about 5 or 10 years, we think it will not grow more than maybe 10% or 15% of the whole market will go to lithium ion in a traction battery. For electric counterbalance trucks. It's also very expensive. The one-time expenses we have to do because of these tests
what we have to fulfill. There are, I don't know, 16 or 20 test procedures we have to fulfill to bring it in a truck. And for every test we need one battery, and it has to be damaged, to be destroyed during the test. And a battery, I explained, it's 15,000, 100,000 euros. It's a lot of money. It's some million you have to spend to certify a lithium-ion battery for a mobile operation. De nieuwe E-serie is uiteraard te bewonderen op de CeMAT die van maandag 2 tot en met vrijdag 6 mei in Hannover wordt gehouden. Het zal niet het enige nieuws van Linde zijn. Een bezoekje aan de grootste logistieke beurs ter wereld is beslist de moeite waard.